Nu zijn journalisten er weer bovenop gesprongen. En de prins heeft een standje gekregen van minister-president Kok. Een groot ongeluk in China. Door een ontploffing is daar een school ingestort. Zeker 41 mensen zijn om het leven gekomen, 4 leraren en 37 kinderen. Het schoolgebouw stond in het zuidoosten van China. De school is compleet verwoest. Soldaten ruimen het puin op. De explosie gebeurde in een klaslokaal waar op dat moment kinderen van 8 en 9 jaar bezig waren vuurwerk te maken. In het gebouw zit namelijk ook een vuurwerkfabriek waar de leerlingen van de school voor werkten. Daar verdienden ze wat zakgeld mee. Niemand weet nog hoe het ongeluk kon gebeuren. 27 mensen raakten gewond. Ze zijn allemaal naar het ziekenhuis gebracht. Later kwam ook de baas van de provincie de slachtoffers bezoeken. Hij vertelde dat de politie zal proberen de oorzaak zo snel mogelijk te vinden. De streek waar het ongeluk gebeurde staat bekend om het maken van vuurwerk. En daar gebeurden het afgelopen jaar al 3 keer grote ongelukken mee. 15.999.999. En 16 miljoen. Vanaf vandaag wonen er officieel 16 miljoen mensen in Nederland. Niemand weet wie die 16 miljoenste is. Een baby of een buitenlander die in ons land is komen wonen? Hoe dan ook, het gaat er vooral om dat we nu officieel mogen zeggen dat we met z'n 16 miljoenen zijn. De basisscholen in ons land zijn vies, kapot, oud en gammel. Dat wist je natuurlijk al lang, maar de regering wil alles precies uitzoeken. En dat is nu gebeurd. De onderzoekers zeggen dat het zo niet langer kan. De regering gaat nu bekijken of er extra geld kan komen voor nieuwe boeken, extra schoonmakers, veilige speeltoestellen, nieuwe deuren, meer brandblussers, nieuwe wc's, nieuwe bijgieten, beetje mixen en weer overgieten. Ja, zo gaat hij goed. Dit is Kitty, een kokosnotenhouder uit Thailand. Na weken mixen in zijn laboratorium heeft hij een nieuw soort benzine uitgevonden van kokosnotenolie. Hij giet het in een kleine motor of in zijn auto. En ja, ze doen het. Kitty wil nu zoveel mogelijk mensen leren hoe ze de olie moeten maken. Hij zegt dat het goedkoop is en goed voor het milieu. Dag. Een beer in je achtertuin. In Roemenië kijken de mensen daar niet meer van op. Daar komen regelmatig bruine beren de stad in op zoek naar voedsel. Maar een beer is nou niet echt wat je noemt een knuffeldier. Dus wat doe je als je oog in oog staat met zo'n beest? Verslaggever Lotje Boogmans was in Roemenië en zocht het uit. Geweldig, hè? Die beer die heb ik dus echt helemaal zelf gefilmd met mijn kleine camera. Ik stond naast de cameraman en ik zag die beer in het echt en het was wel even schrikken. Ik dacht van, wat doe je dan als je een echte beer ziet? Nou, ik ben maar gewoon stil blijven staan. En deze kinderen hier op school die krijgen les wat ze moeten doen als ze een echte beer zien. Want ze wonen vlak bij de bergen, dus ze komen er nog wel eens een tegen. Simona Buretja is van een organisatie die zich inzet voor roofdieren in Roemenië. Ze komt de lerares lesmateriaal over de beer brengen. De les begint met de vraag wie er wel eens een beer heeft gezien. Veel kinderen steken hun vinger op. Lekrebiore mag vertellen hoe dat was. Ames con fratele meu un pădure așa să ne uităm. Și am auzit un zgomot, mormăia. Și noi ne-am speriat, bineînțeles, că era mare și puternic. Și in Europa is Roemenië het land waar de meeste beren voorkomen. Het zijn er ongeveer 5000. Ze leven in de Karpaten, dat is een groot berggebied. Uit onderzoek blijkt dat er genoeg plek en voedsel is voor zo'n 4000 beren. Voor die 5000 die er nu leven, is er dus te weinig eten. En daarom komen ze 's avonds regelmatig de stad in. Kijken of er nog iets te halen valt.
De organisatie waar Simona Buretja voor werkt, vindt dat de beren niet in de stad thuis horen. En dat proberen ze met de lessen duidelijk te maken. We help the children to understand the role of the large carnivore in nature. And possibly, if possible, we try to change their attitude. Not to look at them like pets, but as wild animals and... To treat them exactly like they should. Zo leren de kinderen dat je ze niet moet voeren en dat je geen afval moet laten slingeren. Want als er niks te halen valt, dan blijven de beren in de toekomst misschien wel weg uit de stad. De juf vertelt ook wat je moet doen als je een beer tegenkomt. En Bogdan heeft goed opgelet. Hij kan het precies navertellen. Dacă-l văd, aici este singur. Atunci stau liniștit, vorbesc cu el, nu fac mișcări bruște, care l-ar putea speria și mai tare. Și mă retrag încet. Tot slot heeft de juf nog één vraag. Pentru o simpatie față de animalul respectiv, nu vă mai este teamă, nu? Pentru că încercați să-l cunoașteți foarte bine. Om ervoor te zorgen dat het aantal beren niet te veel uit de hand loopt, schieten boswachters af en toe beren neer. Dat gebeurt wel in overleg met de organisatie die zich inzet voor de beren. Weinig nieuws over het weer vandaag. Wolken, regen en 11 graden. Dat was het. Een leuke avond en tot de volgende keer. Dag allemaal.